chauffeur. Oui. Dit is onze bijrijder. Mooi. Het is nog een beetje vroeg. Het is inmiddels 7:30 alweer. We zijn nog niet zo spraakzaam. Einde bericht. Ja, het is het voorritswerk hier. Is this a fucking rally? Bijna. Ja, maar ze hebben mij te hoog zitten, denk ik. Ik snap het niet meer. Ja, maar ik hoor hem niet terugzakelen naar zijn één. Nee. Ja, ik val af hier genoeg gas hield. Hij liet zijn gas te vroeg los, hè? Ik denk het, ja. Oh. Echt op een metertje. Naar links. Daar is het een stuk lager. Ja. De derde ronde. Ja, heel goed. Nou, goed. Nou, pakt hij hem. Ah, ja. Is de achterwal? Ja. Er komt wel een rokend kopje aan. Ja. En daar heeft hij helemaal geen snelheid zometeen. Ik moet hoger beginnen. Het is echt een kansloze exercitie natuurlijk. Dat had ik hem ook wel kunnen vertellen. Ik weet zeker dat jullie kunnen. Maar we gaan schrijven, we gaan los. Ja. Be careful driving backwards, Jacek. Ja. Dan wel, doe even je hoofd naar binnen. Dat moet je niet doen, hè? Gewoon weer zacht rijden, dat is één laten rollen. Careful, be careful like this. Het was geen goede actie dit. Nee, hij denkt dat het 4 is. Ja. Kan je niet meer zeggen. Hij denkt dat het 4 is. This was not straight up the hill. This was just across the hill. Gas houden. Hij laat zijn gat los.
6 en de 4 die staan al aan de andere kant van de heuvel. Maar de 8, helaas niet. Die komt het heuveltje niet over. Tom Poes, verzin een list. Ik denk dat we zandplaten gaan neerleggen. We gaan even helpen. Maar mijn batterij was even leeg, dus we hebben het moment gemist. Maar hij staat in ieder geval op de top. Yeah. Water stak eens even op. De rijplaten gaan weer de vrachtwagens op. Daar wordt weer ingerold. Kunnen we bestellen?